Dames en heren, ik wil verder gaan. U ziet hier een bijzonder microfoon, maar die wordt zo meteen gebruikt voor het vragen stellen. Daar hebben we nu mee rond. Alleen ik wil even beginnen met het panel. En ik heb laatst die boxwedstrijd gezien, die komen ze altijd zo op. Dus ik ga er niet vanuit dat ze dat hier zo doen. Maar ik zal toch even kort toelichten wie het zijn. Het eerste, David Smolders. David Smolders is professor energietechnologie aan de TU in Eindhoven. En hij heeft ook een specifiek idee heel veel met aanpakken. Hij is zo voor het van het gas af, heb ik begrepen. Ook is dus vandaag het vragen, zeg maar. Ik wil graag daar het vragen plaatsnemen bij het panel. Dan de wethouder van de duurzaamheid, Rick Dijkhoff. Hij staat daar, in het zonnetje. Ja. Hij is op lokaal niveau verantwoordelijk voor de duurzaamheid en de energietransitie. Hij is druk bezig met de regionale energiestrategie en zometeen ook de warmtetransitie. Ik hoop dat het er ook gaat worden. Rick, neem plaats, zou ik zeggen. Gerrit Muller. Gerrit is hoogleraar in het ingewikkelds. System engineering. Maar dan kijk je hoe systemen werken en hoe je het beste gaat aanpakken. Maar Gerrit kan er een stuk meer over pakken. Of vertel zo meteen. Gerrit, neem plaats, ga ik dat gedaan. Ik ga gewoon introduceren, ik ga gewoon zitten, maar je mag best introduceren. Dan wilde ik beginnen eigenlijk met als eerste degene die niet aan het woord zijn geweest, even kort vragen. Eerste reacties op het verhaal van Maarten. Even kort langsgaan en dan geef ik daar het stokje over. Het stokje over aan Jeroen en die gaat langs voor de vragen. Maar dadelijk, zou jij kunnen reageren op het verhaal dat je van Maarten met het woord? Ja, ik kan daar niet spreken volgens mij. Oh, oké. Dus dan moet ik even de tafel. Ja, ik heb tijdens de presentatie van Maarten natuurlijk even in de zaal gekeken. En ik zag dat heel veel mensen toch zeiden van dit is het. En heel veel mensen zijn ook ermee eens. Dus ik denk dat wat Maarten vertelt is natuurlijk volkomen duidelijk. En we weten het ook allemaal hier in deze kerk. De vraag is natuurlijk, hoe kunnen we ervoor zorgen dat iedereen dat gaat omarmen? En dat is denk ik het grote probleem. Ja, we zitten hier misschien wel met te veel gelijke stemmen. Maar waar heeft het voorkomen gelijk? Dat is mijn eerste reactie. Ja, mijn eerste reactie die ik zou willen geven, is een beetje divers. Veel herinneringen komen boven. Toen ik als 16-jarige rondliep met zo'n lange haar en een oorbel in, toen had je ook heel veel idealen. En heel veel van die zaken hoor ik terug. En dan vraag ik me eigenlijk af, wat heb je al die afgelopen jaren gedaan om hier iets aan te doen? Dat vond ik wel een mooie eye-opener, want we weten het allemaal. De wereldbevolking stijgt, de consumptie stijgt, maar met elkaar krijgen we het niet goed voor elkaar om dat gedrag te veranderen. Nu is gedrag ook een van de moeilijkste zaken, maar ik ben optimistisch en ik kijk met een positieve blik naar de toekomst. Ik ben nog steeds op deze wereld boven en ik kan er ook van alles aan doen om dat te veranderen. Andere dingen die kwamen, ik ben ook binnen Defensie personeelsofficier geweest en dan moet je sollicitatiegesprekken voeren. En dan hebben ze een onderbuikgevoel, maar hoe maak je dat nou concreet? Waar baseer je nou je keuze op? En dat had ik vandaag ook. Ik hoor heel veel zaken en langzaam worden ze een beetje tastbaar. En zeker van wat er in zijn boek ook schrijft, water is op zich niet duur, maar iedereen kent de waarde van water. En als de kinderen de kraan te lang open laten staan, dan zeggen ze, moet je dik draaien. Niet omdat het geld kost, nee, omdat water een belangrijk goed is op deze aarde. Nou, dat zijn zaken denk ik, van, ja, die komen goed aan bod. En ik begrijp mijn jonge ambtenaren beter. Die hebben begin vorig jaar zijn ze begonnen met een beetje indoctrineren over besparen. En dat heb ik aangehoord, dat heb ik al prima gedaan. En langzaam hebben ze mij overtuigd van dat besparen eigenlijk voorop moet komen. Jeroen is er een van, heeft dat ook in zijn transitievisie warmte voorop gesteld. En na dit verhaal is me dat nog duidelijker geworden. Dus dank u wel. Ik heb even aan de voorzitter gevraagd of ik ook terug mag provoceren. En hij heeft me dat toegestaan. Dus
mijn gevoel was, de helft van het verhaal was een open deur en behoeft meer agressie. Dus waarom maar een factor 2 besparen? En waarop baseer ik dat? Nou, waar we het roerend over eens zijn, je moet kijken naar de feiten en de getallen, je moet het gewoon doorrekenen, je moet gewoon een beeld vormen en weten waar je het over hebt. Mijn achtergrond is een fysicus bij opleiding, hè, dus daar wordt dat ingehamerd. Dus daar zijn we het over eens. Ik heb mijn huis heb ik gewoon over de jaren heen verbeterd en veranderd en mijn levensstijl aangepast. En die factor 2, die kun je zo halen, want de meeste huizen zijn zo verschrikkelijk inefficiënt en we zijn vaak zo verkwistend, hè, dat die factor 2 kun je zo halen. Allemaal. Ja, en ik denk dus dat je meer moet halen dan dat. Waar zit de provocatie? Ik denk dat je wel degelijk ook naar de kleinere kosten moet kijken. En dat je dus naar het hele plaatje moet kijken. En waar we het oneens zijn is, waar is dat doel nou? Ja, dus jij zegt, we moeten minder CO2. En nou ben ik van fysicus, ben ik systems engineer geworden. Of systeemdenker. En het specialisme van dat vak is dat we kijken naar heel veel verschillende vakgebieden. Dat we van geen enkel vakgebied echt iets veel weten. Hè? Dus dat is een verschil met wat de chemicus naast mij hier zegt. Hè? Maar je moet wel naar dat hele plaatje kijken en kijken van waar willen we nou heen? En ik denk dat iets heel erg duidelijk is geworden dit jaar. Dit jaar is duidelijk geworden wat eigenlijk klimaatverandering betekent. Dat betekent bosbranden, droogtes, overstromingen, hurricanes. U noemt het, we zien het om ons heen. En dan hebben we 1 graad opwarming van de aarde gehad, beweren we. Hè? En nu al zie je deze gevolgen. Wat betekent dat als we zo doorgaan? Wat betekent 2 graden opwarming? Of 3 graden als het huidige beleid gewoon voortzet? Ja? Dus we zijn bezig met iets en dat is heel erg desastreus. En er zijn heel veel klimaatwetenschappers die aangeven dat als we dit enigszins in de hand willen houden, we krijgen meer rampen, maar misschien niet zo heel erg veel, dan zouden we tot 1,5 graad moeten beperken. En dan reken je eruit en dan zegt ze, dan moet u ongeveer halveren in CO2 in 2030, daar komt de halvering vandaan. Dat is niet energieproductie, nee, dat is de CO2 en de CO2-equivalenten, hoewel dat een heel moeizaam begrip is, hè, want dat zijn, ja. En in 2050 moeten we nul zitten en dan moeten we eigenlijk weer CO2 uit de lucht halen. Want die CO2, dat is een hele dikke deken op de aarde, dus als al die CO2 in de lucht laten zitten, dan blijft alleen maar die temperatuur toenemen. En die temperatuur die neemt heel langzaam toe. En weet u waarom dat zo langzaam toeneemt? Omdat al de energie die gaat in onze hele grote oceaan. Dus wij zijn al decades lang zijn wij die oceaan aan het opwarmen. En zijn we geleidelijk aan de polen aan het afsmelten en de gletsjers aan het afsmelten. Hè, omdat we gewoon die deken eroverheen hebben gelegd. En die deken die maken we steeds dikker. Dus ik denk dat het doel niet alleen is minder CO2. Nee, het doel is, wij moeten de hele aarde niet te ver op willen warmen, want de gevolgen daarvan zijn heel naar en die gevolgen zien we vandaag. Ja, dus ik denk dat we veel meer moeten doen en ambitieuzer moeten zijn. Dus ja, we moeten heel veel besparen, maar we zullen ook heel hard moeten nadenken, hoe kunnen we nog meer doen dan dat? Ja? En weer, je moet naar het grote plaatje kijken. Ja? Dus ja, misschien moeten we geen vlees meer eten. Ja. Shit. Ja. Ja. En beginnen met minder. Ik eet nog vlees, Ilse, sorry. Ja. En er zijn heel veel dingen en we moeten dus uitvinden hoe kunnen we dat doen. Ik heb geen antwoord hoe ver we terug moeten gaan. Ik denk wel dat als we niet nadenken en onze beeld vormen van wat moeten we allemaal doen, dat we er niet komen. En ik weet ook dat wat we nu doen heel veel te weinig is. Ja, dus we moeten veel meer. Ja. Nou, de provocatie, dank je wel. Dat is een van de redenen waarom ik, even heel kort, dank voor de woorden, dat ik dit soort dingen graag doe, is dat ik er zelf ook heel veel van leer.
Mijn verhaal is ook nooit hetzelfde. Ik leer heel veel van jullie opmerkingen en vragen, van deze commentaren. Dus dank daarvoor. En halveren in de komende 10 jaar is misschien niet genoeg, maar ik denk dat dat toch best wel een effort is die we kunnen doen. Hè? Ook met zuinige auto's, en de industrie moet daar wat tijd voor hebben. Maar en of het halvering is op 60% of 40% beneden, maar in ieder geval een grote stap. Dus daar zijn wij het roerend over eens. Ja, en als je naar Helene de Koning kijkt, hè, die afgelopen week schreef, wees je bewust, hè, dat de eerste halvering naar 2030 is veel eenvoudiger dan van 2030 naar 2050 naar nul gaan. Ja. En dan moeten we daarna nog verder. Hè. Dan moeten we nog naar negatief, want we hadden die hele dikke dekel gehad. Dus we hebben nog heel veel uitdagingen om op te lossen. Yes. Voordat we deze heren volledig tegen elkaar uitspelen, zijn er vanuit de zaal vragen en of opmerkingen? Ik kan hopelijk iedereen het woord geven, maar ik moet wel kort zijn. En anders gaan we bijna aan het stilstaan. Zou u alsjeblieft ook bij uw vraag aan willen geven tegen wie u specifiek uw vraag heeft of misschien tegen iedereen? En dat gaat voor u allemaal. Ja, mijn vraag was bij de laatste spreker waarvan ik even de naam vergeten ben. De systeemdeskundige? Gerrit Muller. Sorry? Gerrit Muller. Gerrit Muller, ik vergeet het nooit meer. goed betoog. Ik ben al een beetje bang geworden trouwens ervan. Die agressie zit er al in. Maar je sprak zeg maar net over die langdurige blijvend effect van die subsidie die er blijft. Kijk, we gaan eerst met Maarten mee. Hè? Hup, allemaal halveren, dat doen we zo, makkie. Maar daarna dat moeilijke punt. Ondertussen zat ik erover na te denken. De rol van het aanplanten van bomen. Wat kan daarin, zeg maar, die lange termijn CO2-opslag die in de atmosfeer zit aan bijdragen? Dus zeg maar dat bomen de korte termijn CO2 oplossen, dat zal niet gebeuren. Dat zie ik ook niet. Dat duurt bomen te lang voor. Dus dat is mijn vraag eigenlijk. Wat bomen daarin kunnen betekenen. Ik heb een collega in de systems engineering wereld die ook van provoceren houdt, dus die hield een lezing en die zei, wat denkt u, wat is beter, hè, bomen aanplanten of iets anders doen? En zijn oplossing was, laten we spiegels plaatsen op de wereld. En hij had heel simpel uitgerekend dat de meest effectieve oplossing om de temperatuur omlaag te brengen is om een niet zo'n heel erg groot deel van de aarde spiegels neer te zetten en gewoon de energie terug te kaatsen in de aarde. En dan als de volgende provocatie dan naar buiten toe. En dan hoeven we zelfs geen CO2 te reduceren. Die laatste conclusie was ik heel blij mee. Maar zijn betoog was, bomen planten is voelt aardig, maar er zit een hoop mitsen en maren aan. Als we nu even kijken, het duurt heel lang, hè. Dus die biomassa waar we het over hadden, waarom werkt het niet? Nou, omdat als je 1 vierkante meter bos pakt of 1 vierkante meter zonnepaneel, ja, dan is het zonnepaneel brengt 25 keer zoveel bruikbare energie op dan die bomen. Dus bomen groeien relatief langzaam, leggen CO2 relatief langzaam vast. Ja. Misschien moeten we dat wel voor een deel doen, maar dan moet je ook nadenken van, en hoe leg ik het dan vast? Ja, dus de Scandinaviërs, die nemen de bomen, stoppen die in hun huizen en zeggen dan van, en dan leggen we die CO2 zo lang in die huizen vast. Nou, dat is een goede manier. Als wij bomen neerzetten en we hebben bosbranden, oeps, dan gaat het dan helemaal de verkeerde kant op. Hè? Dus je moet ook heel goed nadenken over hoe doe je je bosbeheer en hoe voorkom je dat er hele grote bosbranden komen. Loofbomen zijn. Ja, maar was het fikker sneller dan daar kunnen we nog wel even over doorkomen. Intussen is er nog een andere vraag. Ik had eigenlijk een vraag voor de politiek. Want ik ben hier al een jaar of 8 voorzitter van bewonersoverleg. En we hebben denk ik 5 jaar geleden al een voorstel in ons boekje. En er wordt voor 2500 huizen huis in huis verspreid. En daar hebben de mensen, net als de professor, bewust proberen te maken.
We hebben een infraroodcamera. En als ik daar ga kijken in 2500 woningen die er staan, dan kom ik tot de zielige conclusie dat in 5 jaar tijd de camera 18 keer opgevraagd is. En in het Wilhelminadorp is in de jaren 50 gebouwd. Dus al die woningen die zijn F, G, H, energielabel, echt minimaal. Die zijn gedeeltelijk verkocht. Hè. De woningbouwcorporaties die kunnen dan zeggen van oké, we slopen heel de wijk, net zo'n straat in Eindhoven hebben gedaan. Nou, dan gaat het Wilhelminadorp niet op, want ongeveer 70% is destijds verkocht. En mij frustreert het echt enorm dat wij met bestuur gigantisch bezig zijn en dat de consument, hè, zoals waar het te behalen valt, echt nog niet een pietje genegen is. Ik heb net een beetje een opmerking gemaakt over een vrouwenvriendelijke opmerking. Maar mijn ex-vrouw, laat ik maar zo zeggen, en mijn 4 dochters, die zijn dus absoluut niet genegen om die wasdroger eruit te flikkeren, want dan vinden ze de handdoeken te hard. Die willen geen oude kleren aan, zeker geen gebruikte kleren. Die willen graag nieuwe kleren, enzovoort, enzovoort. Dus mijn vraag was eigenlijk, ja, hoe krijgen wij dus een ander hier, de consument, hè, en dan heb ik het niet alleen over de lage letteren, want er zitten ook intelligente mensen in het dorp, die ook absoluut geen zin hebben om naar een prullenbak te gaan, om te zeggen gewoon doodleuk, oh ja, de gemeente voorstelt om het uitstel te reduceren, daar kan we 50 euro mee besparen. Waarom één zo'n intelligente vent zegt van, ja, maar dat is wel 1 euro per week, daar ga ik niet mee voor de kliko sjouwen, dan betaal ik wel wat meer. Hoe krijgen we een consument zover als iemand het antwoord heeft, hoor ik het graag. Hij vroeg maar de politiek, dus meneer Dijkhoff, misschien naar u aan u om te beginnen. En als de ander het antwoord aan willen vullen, gaat u gaan. Ja, dankjewel. Ja, interessante vraag natuurlijk. Als u mij vraagt om het gedrag van uw ex-vrouw en dochters te veranderen, dan ga ik niet. Als dat de vraag zou zijn, dan gaat het niet lukken. Maar op het moment, ik ben van bewonersoverleg. Wilhelmina, dorp moet ik zeggen, hè? Ja. De transitievisie warmte gaat een uitspraak doen over de buurten in West. Daar hoort ook het Wilhelmina dorp bij. Dat staat niet vooraan het lijstje om direct aan de slag te gaan om een andere warmtevoorziening aan te gaan brengen. Maar precies wat u zegt, is hier ook aan bod gekomen, isolatie zal daar het speerpunt zijn. En ja, u zegt zelf ook al, we hebben huurhuizen en we hebben koophuizen. En dan is het de kunst om te kijken of we die isolatie, maatregelen en pakketten toe kunnen passen over de hele breedte. Uit uw verhaal hoor ik een beetje dat mensen soms een beetje lui zijn. Dat zal best. Maar dat wil niet zeggen dat ze geen aandacht of gevoel hebben bij de duurzaamheid. Dus als wij het voor elkaar krijgen om het kant en klaar behapbaar aan te bieden, dan denk ik dat ook de inwoners van Wilhelminadorp mee zullen gaan, of ze nou bewoner zijn of huurder zijn. Maar we moeten, wel een, we moeten ze wel faciliteren, laat ik het zo zeggen. En daar gaan we een campagne voor starten om dat ook met de inwoners te doen. Dus verwacht niet dat ik als wethouder de deur langs ga om dat verhaal te gaan vertellen. We gaan samen met Best Duurzaam op avonden als deze, maar dan afgestemd op de wijken in kleine gezelschappen, met elkaar in gesprek te gaan wat we kunnen doen en hoe we het kunnen doen. Dank u wel. Dat zie ik nu een nieuwe vraag. Misschien mag ik daar even op inhaken. Ik ben uit de buurgemeente, gemeente Sommerheuvel. En daar hebben wij met de politiek goede afspraken gemaakt. De gemeentelijke energiecorporatie verzorgt op dit moment bij veel huisenergie-scans. En de gemeente geeft voor elke scan een financiële bijdrage daarvoor. En ja, mensen weten dan in ieder geval per huis wat ze kunnen doen om het huis goed aan te pakken. En soms heeft daar subsidies voor binnengehaald, dus ja, wellicht. Rick, was een leuk bij jou, maar ik zie dat Maarten ook graag daar nog op ingaat. Als jullie. Provocatie is een scherpte geest, hè, dus ik hou ervan. David,
Je hebt, als ik me goed herinner, begin 2019 in de krant gestaan met de bewering dat aardgasloze huizen geen aardgas besparen. Ik heb dat een paar keer aangehaald, dat weet je, we hebben het er ook wel eens over gehad op de TU Eindhoven. Ik loop er regelmatig tegenaan dat mensen zeggen, maar hoe kan dat dan? En ik was benieuwd, kun je dat nog eens toelichten? Want dat is, denk ik dat het een heel belangrijk verhaal is. Ja, vroeger had je die reclame, ik weet niet of die er nog is van het Zeeuwse meisje, hè? Wat had je die reclame van wasmiddel, dat wast een berg en kost een beetje. En dat met gas draait dat altijd om, dan zeg ik, als je dus nu al zegt van ik ga van het aardgas af, dat kost een berg en helpt een beetje. Want het is dus zo dat als je dat doorrekent, en dan ga ik eventjes, ik ben geen econoom, maar dan haal ik even Michiel Mulder aan, dat is mijn collega in Groningen, die zit bij het Center for Economic Energy Research, en die zegt heel duidelijk dat huizen van het aardgas halen is niet de meest kosteneffectieve manier, nu als je 1 euro hebt om in te zetten, om CO2 te besparen. En simpelweg, dat komt erop neer, omdat als je nu zegt, ik moet daar iets anders voor in de plaats zetten, al die andere alternatieven die brengen op zijn minst evenveel CO2 in de atmosfeer dan het aardgas. En een voorbeeld, stel dat je bijvoorbeeld zegt, nu zie je dat bijvoorbeeld de elektrische boiler of de elektrische verwarming in opkomst is. Dat betekent dus dat je zegt, ik haal de gasketel eruit en ik doe daar een elektrische ketel voor in de plaats. Nou ja, dat betekent dus dat die stromen natuurlijk ergens vandaan komen. En op dit moment is het zo dat, en ik geloof dat Maarten dat ook al gezegd heeft, dat voor elektriciteit, die is 20%, alleen elektriciteit, hè, als ik totaal energie kijk, zit ik op 4% laten zeggen, maar elektriciteit is 20% van zon en wind. En biomassa tel ik dus niet mee, want biomassa rekenen niet tot duurzaam. Dus dat betekent dat 80% van elke kilowattuur die wij op onze meter zien, komt dus van fossiele brandstof. Dus we gaan van het gas af door de aardgascentrales meer te laten draaien. Of door de kolencentrales meer te laten draaien. Of door meer te importeren uit Duitsland, waar ze nog bruinkoolcentrales hebben. Dus wanneer we van het aardgas af moeten, en dat zullen we ooit moeten, maar niet nu. Dat is dus wanneer wij onze elektriciteitsvoorziening hebben vergroend. En het is heel simpel uit te rekenen wanneer dat zover is. Want je kunt precies uitrekenen hoeveel CO2, hoeveel gram CO2, 1 kilowattuur uit ons elektriciteitsnet, hoeveel dat de lucht instoot. En dat gaat gestaag naar beneden. Als wij meer windparken installeren, meer zonnepanelen installeren, zal dat gemiddeld naar beneden gaan. Maar op het moment is dat break-even point nog niet behaald. En zeker 2 jaar geleden toen ik die uitspraak deed, was het zo dat je heel simpel kunt aanrekenen dat zelfs met warmtepompen, waar je ook nog een keer een zogenaamde rendement hebt van 260%, dat is altijd moeilijk uit te leggen, maar dan haal je ook nog extra warmte van de lucht, haal je naar binnen en die kun je dus ook besparen op die manier. Zelfs als je dat meerekent, dan kom je nog niet uit. En ik geloof dat op het moment met warmtepompen met een COP van 2,6, dus 260% rendement, dat je ongeveer break-even speelt. Maar nogmaals, als je dus dat nu massaal gaat doen, dan haal je in principe heel weinig winst. Bovendien belast je elektriciteit net veel te veel. En we lezen allemaal in de krant, en volgens mij heb ik dat ook al 2 jaar geleden gezegd, dat ons elektriciteitsnet, die kan dat op dit moment niet aan. Er moet dus geïnvesteerd worden, er moet meer geproduceerd, er moet meer koper gemaakt worden. Dus dat betekent dat we dan ook allemaal meer CO2 gaan uitstoten om dat voor elkaar te krijgen. Dus allereerst besparen en aan het einde van de hele rit kun je langzaam van het aardgas afgaan. Maar draai die volgorde nou niet om. Dank u wel. Dan wil ik zo meteen nog een inmerking geven voor de praktische antwoord op de vraag die we hebben gehad. Ik zal het vaak even antwoorden. Ik ondersteun dit verhaal helemaal. Dat vind je ook in onze transitievisie waar we terug. Als we over moeten gaan naar een andere manier van verwarmen, en dat is de enige oplossing elektrisch, dan gaan we niet redden, want best een omgeving zit ook op slot van Tennet en Enexis, dus dan gaan we niet redden. Dat zullen ook niet de oplossing van ons zijn, wij zullen ook op isolatie als belangrijkste, als eerste inzetten.
Er zijn inderdaad twee subsidierondes geweest voor gemeentes, voor dit soort activiteiten in UZEC. De eerste hebben wij als best aan ons voorbij laten gaan, omdat wij vonden dat hij veel te vroeg kwam. We het verhaal niet goed klaar hebben en ze hebben mij het leven geleerd. Je maakt maar één keer een eerste goede indruk. Dus deze ronde hebben we wel meegedaan. We zijn er klaar voor. We hebben een samenwerking gezocht met Best Duurzaam, onze vereniging moet ik zeggen. Het is geen coöperatie meer. En wij gaan dat samen ook doen. Energiescans deden ze al, daar kregen ze al subsidie voor, maar we gaan dat nu intensiveren samen. Dus net als vroeger. Ja, maar toch wel even reageren. Hè. Ik hoor een paar keer het elektriciteitsnet langskomen, hè, dat vol zit. Hè. Ik ben een sterk voorstander van dat wij meer vooruitdenken en vooruit doordenken en doorrekenen. Dat het elektriciteitsnet vol zit, dat wisten we 5 jaar geleden en het is er 10 jaar geleden al. En we weten ook dat het verzwaren van dat net neemt 5 tot 10 jaar. Dus je moet op een gegeven moment wel het besluit nemen om dat te gaan doen. We moeten het ook verzwaren, want we moeten wel naar meer zonne-energie toe. En op dit moment kunnen we veel zonne-energie-uitbreidingen niet doen, omdat het net niet verzwaard is. En we moeten een beetje oppassen dat we niet al te veel alsmaar redeneren van we hebben aardgas en we kunnen isoleren. Natuurlijk moeten we isoleren, dat is een doodbreker. Ja? En natuurlijk moet je niet heel snel van het aardgas af en allerlei hele goede ketels uit de zolderraam gooien. Ja. Dat is niet zo verstandig. Maar op de lange termijn moeten we wel degelijk veel meer naar warmtepompen, elektrisch verwarmen, misschien een paar dingen via andere warmtetechnieken doen. Hè, en we moeten een plaatje vormen van waar gaan we heen en hoe gaan we daar komen. En we moeten nu zorgen dat we stappen nemen om daar te komen. Als we nu het elektriciteitsnet niet verzwaren, dan zitten we in 2030 weer met hetzelfde verhaal. Dankjewel. Dan heb ik weer een nieuwe vraag. Ja, even voortdurend op warmte van superbrandstof vervangen door elektriciteit. Hetzelfde geldt natuurlijk ook voor elektrisch rijden. En het verhaal dat u zegt dat je het voor de transitie nodig hebt, ja. Maar met elektrisch rijden bespaar je nu geen CO2. Hoe kijk je daar tegen? Dat is een interessante. Ik verstond hem niet helemaal. Kun je hem nog herhalen? Hoe kijkt u aan tegen het feit dat je eigenlijk weinig energie of CO2 bespaart door elektrisch te gaan rijden, omdat je daar diezelfde 80% niet duurzame elektriciteit in hebt? Dat was het. Ja, maar ook daar moet je even voorzichtig zijn met hoe je redenering wel of niet houdt. Hè? Ik heb een benzine-up en ik heb een E-up en ik hou mijn energieverbruik precies bij. En ik rijd zelfs geen 100, maar ik rijd 90, dat scheelt 10% in je energie. En als je op kleine wegen rijdt, dan rijd je 60 en dat is nog veel zuiniger. En het verschil tussen die twee is, de elektrische auto maakt 1/3 van de energie in kilowatturen als de benzine up dat doet. Dus elektrisch is vele malen efficiënter. Kom je terug, als je die elektriciteit opwekt met de kolencentrale, dan ben je die factor 3 bijna meteen weer kwijt. Dus je moet het wel ergens vandaan halen. Dus ja, ik heb wel heel veel zonnepanelen liggen, zodat ik wel uit mijn eigen zonnepanelen haal. En ja, als ik in de winter rijd, dan heb ik niet genoeg zon, dan heb ik nog steeds een beetje kolenstroom nodig. Maar ik win wel ongeveer een factor 2 met mijn benzine- en I-up vergelijking. En om dat aan te vullen, het is ook de volgorde van de dingen die David zo duidelijk verwoordt. Het is niet zo dat we niet een keer van het gas af moeten of een keer van de benzine af. Maar de vraag is meer wat doe je eerst en wat levert tussen nu en 2030 voor elke euro de meeste CO2-winst op? Dat wil zeggen CO2-reductie. En dan is mijn pleidooi elektrische auto's dat kan, hè, dat moet je ook ontwikkelen, elektriciteitsnetuitbreiding. Maar het snelste wat we kunnen doen is de bestaande technologie van interne verbrandingsmotoren, benzine en diesel, zodanig optimaliseren dat we van 1.20 naar 1.50 gaan. Dat bespaart de komende 10 jaar meer CO2 dan het wagenpark elektrisch maken. Mag ik ook nog even in?
Als de voorzitter niet ingrijpt, dan... Het is natuurlijk ook zo dat, en dat sluit aan bij Maartens verhaal denk ik ook, hoe langer we met bestaande producten doen, hoe beter het is. Dus en het is natuurlijk ook zo dat als wij een elektrische auto kopen, dan moet die nu ook geproduceerd worden. Dan moet een batterij gemaakt worden. Een batterij heeft ook allemaal metalen die daarin moeten. En die zijn ook moeten allemaal weer gewonnen worden. En die zitten ook allemaal niet, zijn niet allemaal breed voorradig. Dus je moet eigenlijk niet alleen naar het verbruik kijken, maar je moet eigenlijk naar de hele LCA, dus Life Cycle Analysis doen. En dan kun je dus uitrekenen, en daar is heel veel discussie over, en ik ben ook geen life cycle analysis deskundige, daar ga ik ook geen uitspraak over doen. Het enige is dat je ziet dat op een gegeven moment een break-even point is, als je de hele CO2 van de hele keten meeneemt, hè, dus bijvoorbeeld ook weer het afdakken van de accu, dat die weer gerecycled moet worden, dat die weer meegenomen kunt worden, dat je, als je een elektrische auto koopt, dat je eventjes een grote footprint CO2 hebt, omdat er nog weinig recyclers, de elektrische auto's moeten allemaal opnieuw gemaakt worden, de nieuwe accu's, dus dat kost heel veel CO2 ten opzichte van een benzineauto, maar veel meer van recycled materiaal gemaakt wordt. En langzamerhand, in de loop van de levensduur, loop je dat in. En dat betekent dus, als je een elektrische auto hebt, rij hem zo lang mogelijk af, en dan op een gegeven moment heb je dat break-even point. En de discussies zijn of dat nou bij 60.000, of bij 50.000, of bij 40.000, of bij 80.000 zit, daar wil ik geen uitspraak over doen, maar als je een auto hebt, rij hem gewoon af. Dat is echt het allerbeste voor het milieu. Of het nou een diesel is, of een benzineauto, of een elektrische auto. Langer met het product te doen, dat werkt altijd het beste. Yes, u was eerst, maar ik dacht dat het niet meer was begrepen. Ja, ik kan het toch niet laten. Is dat niet een betere manier om energie te besparen door gewoon niet meer te rijden? Dat is waar je meestal. Ja, dat is waar. Maar ik heb net aangetoond dat een trein ook heel veel energie verbruikt. En als die vol zit, is het beter dan een auto, maar als die leeg is niet. Maar even los van de discussie van minder autokilometers. Ik zet, in mijn pleidooi zit vooral dat elke auto de helft van de energie per gereden kilometer moet gaan gebruiken. Als we dat doen, dan bereik je veel meer dan het verminderen van het aantal autokilometers. En het goede nieuws is dat de technologie om de hoeveelheid energie per gereden kilometer voor elk type auto te halveren, die is er al. Het hoeft alleen maar toe te passen. Dus dat moet eerst komen, dus de volgordelijkheid van de dingen. Dat moet eerst komen. Ja, nog zouden we verblijven met een auto naar fiets. Dat is natuurlijk altijd goed. Ja. Ja. Is dat even een nieuwe vraag? Dit is een beetje een vraag aan de eerste spreker, maar ook de andere. U zei, waterstof bespaart geen energie, begint CO2, dat is op zich begrijpelijk, want waterstof is een energiedrager. In principe hetzelfde als een accu. Een accu bespaart ook geen CO2, het houdt energie vast. In mijn ogen klinkt het wel degelijk als een zinnig alternatief, omdat je daar wel hoeveel energie mee op kunt staan voor lange termijn. Waarom het accu zo lastig is. Die geen stuw dan of dat soort installaties hebben. Dus daarmee leek mij waterstof geen onaardig middel om energie te transporteren of om energie op plekken te krijgen waar je het hebt. Zoals bijvoorbeeld in een bewegende auto of via een al aanwezig gasleidingennet naar alle huizen. Mijn vraag is: kunt u daarop reflecteren? Is dat een volstrekt foute gedachtegang? Is waterstof een totaal zinloze investering of is dat wel degelijk een oplossing voor bedrijven status? Nou, het antwoord is heel politiek ja en nee. En David heeft de sleutel al gegeven. Het gaat om de timing. Zolang wij 4% van onze totale energie gebruiken, dus niet alleen de elektriciteit, maar alles, uit zon en wind halen, kunnen we die schaarse groene energie het beste rechtstreeks gebruiken. En vooral geen waterstof van maken, want als je er waterstof van maakt, verlies je de helft. Ongeveer ruwweg de helft. Dus voor elke kilowattuur die we gebruiken om waterstof te maken, komt later minder dan een halve kilowattuur terug. Dat is de aard der dingen. Dat zit besloten in de chemie en de fysica van waterstof maken. Want waterstof is er niet. In tegenstelling tot aardgas moeten we eerst maken. Dus zolang groene stroom zo schaars is, is het onverstandig in mijn ogen om op grote schaal waterstof te maken. Dat kan over 10 of 20 jaar anders zijn. Maar nu moeten we dat vooral niet doen, omdat het nu en in de komende 10 jaar
niet of weinig CO2 bespaart, maar zeker niet als je het vertaalt naar CO2-reductie per euro. Dus even dan voorbeeld. Dus een probleem van waterstof is, het is weinig efficiënt om dat te maken en weer terug om te zetten in elektriciteit. Als je nu 50% haalt, doe je het al verschrikkelijk goed. Klopt. Dus nu halen we dat op geen stukken na in werkelijkheid. Hè. Even in perspectief plaatsen, al onze interne verbrandingsmotoren op het ogenblik zijn ook net zo inefficiënt. Hè. Dus je moet ook even in perspectief houden. Heel veel van onze huidige technologie is razend inefficiënt. Maar efficiëntie is wel een sleutel om gewoon het energieverbruik ver terug te krijgen. Hè. Dus maak het efficiënter. Een heel grote vraag is, als je op lange termijn kijkt, wat is nou een werkbare energieopslag en energiedrager? Dus benzine is verschrikkelijk, heeft een hoge energiedichtheid en is dus verschrikkelijk handig als transportmiddel. Als je waterstof opslaat in een auto, dan krijg je een enorme tank, die moet je onder hoge druk zetten of moet het koelen. En dan nog heb je een enorm gewicht aan waterstof en tank enzovoort bij. Om dat ding te transporteren. Dus waterstof heeft een aantal lastige eigenschappen. En je ziet dat de hele wereld op dit moment nog bezig is in uitzoeken. Wat is de energiedrager van de toekomst? En dus mensen kijken naar ammonia. Ja, ik maak het met stikstof. Misschien toch maak er maar methaan van. Of maak methanol of ethanol of een andere hoogwaardige koolwaterstof. En op dit moment denk ik dat er niemand echt het antwoord heeft. We zitten daar met heel veel vragen. En in heel veel van die stappen die mogelijk zijn, zou waterstof wel een tussenstap kunnen zijn. Dat je eerst elektriciteit maakt, en dan waterstof maakt, en daar weer wat anders maakt, en dat gebruikt, en dan weer verder gaat. Maar hoe dat gaat worden, Joost mag het weten. Ja, David weet het antwoord. Nou, het is natuurlijk niet voor niks dat Europa op een miljarden investeert in waterstof, hè? We hebben het groeifonds, hè, het Wobbe, weet je die andere mannen? Wobbe Wiepers Fonds, precies. Het heet tegenwoordig het Groenfonds ook. Hè, dus het is de bedoeling dat in groene investeringen gaat. Pas geleden stond ook in de krant dat GasUnie 750 miljoen, ik was de afgelopen week nog bij een vergadering van GasUnie, 750 miljoen krijgt om een deel van het gasnet om te bouwen tot het transport van waterstof. Kijk, dat is natuurlijk niet voor niks. Dus ik heb enige reserves ten opzichte van waterstof, maar aan de andere kant is het natuurlijk wel een enorm potentieel wat we daarmee aan kunnen. En als voorbeeld is het ook weer zo, het gaat allemaal om timing en beschikbaarheid. En een van de voorbeelden is dat we nu op het moment enorm investeren in offshore windparken. Die windparken die maken allemaal elektriciteit. Dat betekent dat er ook een stopcontact op zee aangelegd moet worden, want die stroom die moet naar land. Nou, daar zijn we natuurlijk, TenneT is daar verschrikkelijk hard mee bezig, maar zelfs al die investeringen zijn op dit moment niet voldoende om die nieuwe windparken te kunnen voldoen, dat die ook de stroom naar land kunnen krijgen. Dus op het moment wordt er gedacht over, kunnen we dan niet een electrolyzer op zo'n windpark zetten? En we hebben natuurlijk in de Noordzee heel veel van de boorplatforms die vroeger allemaal aardgas produceerden en olie. En dat is nu steeds minder, dus kunnen we die niet opnieuw gaan gebruiken om daar bijvoorbeeld een electrolyzer op te zetten. Die produceert dan ter plekke waterstof en die waterstof die kan dan door die gasleiding weer toch al lopen. Want het is natuurlijk een soort netwerk van gasleiding op de Noordzee en dan komt die op die manier naar land. Dus dat betekent dat je natuurlijk wel heel slim kunt omgaan met infrastructuur als die beschikbaar is. Dus het hangt ook samen met wanneer en waar en welke toepassingen wil je nou wat gaan gebruiken. En het is dus niet dat je kunt zeggen waterstof is prima en we moeten het niet doen en waterstof is ja, soms goed en soms slecht. Een ander voorbeeld is bijvoorbeeld hoogovens. Dat zei Maart ook al, kool wordt nu gebruikt voor het reduceren. Veel mensen denken, ja, we stoken kolen omdat er vlammen uit moeten komen en het staal moet gesmolten worden. En dat doen ze met aardgas. Nee, die kool die wordt gebruikt om dat ijzererts te reduceren tot zuiver ijzer. Die zuurstof moet eraf en die wordt geabsorbeerd door die kool. En we kunnen dat ook doen op de lange termijn met waterstof. Dus waterstof zou ook chemisch gezien gebruikt kunnen worden voor zeg maar de ijzererts te reduceren in dat chemische proces. Dus dat zou ook een mogelijkheid kunnen zijn. En daar heb je ook weer een soort niche of specifieke toepassing van waterstof.
Dus alles moet elkaar aanvullen en daarmee denk ik dat het systeem denk ik ook zo belangrijk is. We kunnen niet zeggen, we hebben een silver bullet, hè, one size fits all. We moeten echt kijken voor welk probleem gaan we welke oplossing inzetten. En dat maakt het ook zojuist zo gecompliceerd. Ja, als we naar, voor zeg maar de 2050 naar de wijziging van opwekking van de elektriciteit kijken, dan zie je veel in de media veel droombeelden van we hebben allemaal windparken en zonneleiders en daarmee maken we als we overschot hebben waterstof. Ik denk zelf dat dat niet hoe heet het. Reëel is, want de Duitsers hebben er een heel mooi woord voor, de doenkelflaute. De periode in de winter dat het te weinig zon is en de wind ook niet zo hard waait. Om die periode met waterstof door te komen lijkt me niet erg reëel. Maar iets anders wordt eigenlijk helemaal vrijwel geen aandacht aan besteed. Zeker in de plannen van Frans Timmermans en Diederik Samson. Namelijk het weer opstarten van de kernenergie in Europa. Want als ik dit zo bekijk, is dat eigenlijk denk ik de enige wat lange termijn oplossing die er is om de CO2-emissies van ons elektriciteitsnetwerk omlaag te brengen. En om kernenergie op een goede manier te kunnen gaan produceren. Moet er weer een industrie opgebouwd worden en het grootste punt om zoiets te doen op dit moment is iedere kerncentrale die gebouwd wordt een prototype en dus die kost een miljard. Op het moment dat we fabrieksmatig middelgrote of kleine centrales gaan bouwen, dus echt honderden stuks, dan gaat het qua kostenplaatje een heel ander verhaal worden. Hoe kijken jullie daar tegenaan, is mijn vraag. Nou, ik wil er wel iets over zeggen. David gaf wel een goede voorzet. Kernenergie is denk ik een bekende CO2-vrije technologie om grootschalig energie op te wekken. In dat opzicht vind ik niet dat we het categorisch moeten uitsluiten, maar het is zeker niet een silver bullet. Kernenergie in de wereld is op dit moment iets van 1,8%. Dat wordt geproduceerd door ongeveer 450 werkende kerncentrales in de wereld. Als we die in de komende 10 jaar kunnen verdubbelen, gaan we van 1,8 naar 3,6%. Dat helpt, maar het is ook niet de zilveren kogel. Laten we niet zeggen van ja, dat is de oplossing die soms wordt gezegd. Ik zeg wel, ik vind het onverstandig, ook van de EU, van Timmermans en van Samson. Dat deze technologie, als je echt nummer 1 inzet op CO2-reductie, dat je kernenergie dan categorisch uitsluit. Ik denk niet dat dat verstandig is. En er is nog een strategische reden om in ieder geval in Nederland één of enkele werkende kerncentrales te hebben en te houden. Nederland is in de wereld op het gebied van kernenergie en kernfysica een topper. We hebben ECN in Petten. We maken daar op grote schaal medische isotopen. We hebben Urenco en Almelo. Dus we hebben een heel hoog niveau van kennis op het gebied van kernfysica en kernsplijting. En die totale infrastructuur van die kennis en de financiering, daarvan heb je werkende kerncentrales nodig. Dus alleen al daarom, even los van hoeveel energie en hoeveel CO2, denk ik dat het buitengewoon onverstandig is als een kennisland als Nederland helemaal afgaat van werkende kerncentrales. Ik heb enorm geworsteld met deze vraag die je stelt. Hè. Ik ben fysicus van opleiding, dus ik was een gelover in kernenergie tijdens mijn opleiding. Hè. Toen hadden we 3 grote ongelukken. Nou ja, dan zeiden we, nou ja, misschien hebben we altijd geroepen dat het veilig is, maar hoe veilig is het nou? Hè? En het nare met kernenergie, je bent heel onvergelijkbare risico's en investeringen en gebruiksprofielen enzovoort met elkaar aan het vergelijken. Dus ik dacht van nou, dan ga ik eens kijken van kan ik weer getallen vinden.
En ik dacht vandaag eens kijken naar de getallen van hoeveel kost het nou? En wat er toen gebeurde was dat ik vond 5 verschillende bronnen. En die 5 bronnen, de een die gaf aan dat kernenergie goedkoop was en groene energie was duur. En het was een soort aflopende rijtje. En de andere had het precies omgekeerd. En dat was niet een beetje verschillend, maar het was gewoon minstens een factor 5 verschillend. Hè, en dan nog in duur en goedkoop. Dus daar zit een vraag in. Van wat hebben die mensen eigenlijk doorgerekend? Wat hebben ze meegenomen? Wat hebben ze niet meegenomen? He, want je kunt zeggen van zonne-energie is heel goedkoop. Maar het is heel goedkoop als je natuurlijk niet naar de netwerken en niet in de opslag kijkt. Dus hebben ze dat wel of niet meegenomen? Ja? Kernenergie, hoeveel heb je nou de beveiliging meegenomen? De opslag van afval en al dat soort dingen. Dus er zit een heel aantal vragen in. En ik denk dat als je hier echt over wil praten, dan moet je hier ook nog even verder over doordenken en doorrekenen. Ja, en dan breng je de industrie, de economic scale in. Hè. Ja, die moet je ook nog ergens in verwerken. Hè. Dus hoe doet dat? En ik heb dus niet het definitieve antwoord. Aansluitend op wat jij zei, Finland heeft geïnvesteerd in kernenergie. Die hebben ondergronds opslag gemaakt. Hè. Die hebben heel veel eraan gerekend en gedaan. En eigenlijk is hun voornaamste argument is, we hebben niet heel veel goede hernieuwbare bronnen. En we hebben Rusland als directe buur. En we willen daar niet van afhankelijk zijn. En ik kan daar iets van begrijpen. Ik heb nog tijd voor 1 of 2 vragen, afhankelijk van hoe lang de heer over het antwoord doet en hoe lang u over uw vraag doet. Wie wil er allemaal nog een vraag stellen? Ik zie hier 2 mannen en ik zie daar meneer. Nu hebben jullie allemaal al vragen gesteld, dus ga ik toch even naar die meneer toe. Want hij had al eerder zijn hand in de lucht. Gaat u gaan. Dames, stap voor. Ik heb een vraag over het netwerk. Er moet enorm geïnvesteerd worden. Eigenlijk is het, we hebben een oud net. Zou het niet veel slimmer zijn om te gaan nadenken, moeten we dat niet wat meer lokaal gaan organiseren? Dunnere kabeltjes, goedkopere kabeltjes, wordt daar terug naar de gemeentelijke energiebedrijven wellicht of iets dergelijks, wordt daarover nagedacht? Ik zou graag, hebt u het over elektrisch netwerk vastgehouden? Oké, elektrisch. Ja, ja. Dus hele goede vraag. Hè. Eigenlijk moet je de vraag stellen van wat is een goede architectuur van het netwerk voor de toekomst? Hè? En als je naar het huidige netwerk kijkt, hè, dan is dat in principe begroot op de piekbelasting die we doorheen kunnen. Dus als we allemaal onze warmtepomp aanzetten, of als we allemaal onze stroom produceren, hè, dat is dan voor het beste geval. Maar op andere punten zijn het andere piekbelastingen. Heel veel piekbelasting zou je kunnen voorkomen door lokale opslag te hebben. Ja? En daar zit dus een allerlei afwegingen in. En de huidige wetgeving staat niet toe dat de Enexis, de netwerkleverancier, energie levert. Dus die mag nu eigenlijk geen batterij meer zetten, want dan leveren ze energie. Ja? En de hele wetgeving is 1 voorbeeld, maar de hele wetgeving zit vol met allerlei van dit soort dingen die mogelijk oplossingen herstellen. Dus we moeten niet alleen technisch innovatief zijn, maar we moeten ook beleidsmatig en de wetgeving innovatief zijn. Zeker. En daarvan is het goedkoper dan een kabeltjes trekken. Dus er zijn lokale oplossingen die het gewoon goedkoper kunnen maken. Ik heb een gedurfde uitspraak. Meneer Dijkhoff, wilt u daar vanuit de politiek inderdaad nog op reageren? Ik ben het helemaal mee eens en ook ik pleit om de wetgeving te veranderen. Wij zien het zo, het Rijk heeft ons verzocht om de regionale energiestrategie te maken. Daar zijn we druk mee bezig, die hebben we gemaakt, daar gaan we mee aan de slag. Maar wij vragen de tegengunst, daar waar wij vastlopen op wet en regelgeving, dit is 1 voorbeeld ervan, er zijn er meer. Willen wij graag dat jullie ook serieus naar ons luisteren en ons meehelpen, want anders kunnen wij niet verder. Dus er is wel een tegenprestatie gevraagd door alle restregio's naar de beleidsmakers toe. Ik denk dat dat de goede manier is dat de politiek lokaal, de politiek centraal aanspreekt en dat niet via de zijkant, via Tenet moet gaan.
maar dat wij rechtstreeks in onze kanalen aangeven wat vinden wij dat nodig is. En dat doen we. Dank u wel. Dan had u nog een vraag? Nou, we zitten hier met een aantal stel knappe mensen qua energie en inzicht. Nou, ik heb één vraag eigenlijk, een korte vraag. Weten jullie van het panel misschien één politicus of een Kamerlid, één vind ik al heel veel namelijk, die verstand heeft van natuurkunde, energie en CO2? Jan Terlouw! Jan Terlouw, ja. Maar die is niet meer in de politiek. Ik wil er wel even op antwoorden. Diederik Samson. Niet als antwoord op de vraag, maar we hebben net al Gerrit en ik in gesprekje. En we hadden het over van hoe verbind je nu systeemtechniek aan specialisten, aan de politiek. En toen kwamen we eigenlijk ook van, we hebben eigenlijk de afgelopen 2 jaar geleerd van de corona. Hoe zijn we nou begonnen met de politiek te laten adviseren door de specialisten? En hoe eng zijn we begonnen en wanneer was het nou nodig om andere specialisten in te brengen in dat team? En dan kun je van mening verschillen, maar daar kunnen we veel van leren. En zo'nzelfde methodiek zou we eigenlijk moeten doen ten aanzien van energietransitie. Laten de specialisten met elkaar in het systeem een mening vormen en laten die dan vervolgens de politiek adviseren. Want als er een politicus is die daar veel verstand van heeft, dan is dat toeval. Maar die hebben een hele brede verscheidenheid aan achtergronden. Dus dat is daar niet voor vereist dat je fysicus bent om Tweede Kamerlid te worden. Maar, kunt u de volgende premier worden met het inzicht? Ja, dat lijkt goed, hè? Daar heb ik, dat laat ik liever van mijn zoon over. Oké. Eén vraag doen, want anders lopen we heel erg uit de tijd. De laatste vraag. Ik denk dat hier nog goed. Ik heb begrepen dat de energieconsumptie, dat die vooral nog niet afneemt wereldwijd. In Nederland ook niet, denk ik. Ik heb ook begrepen dat energie dat besparen en verminderen, dat dat een grootste bijdrage op korte termijn kan leveren. Ik heb ook begrepen dat groene energie, zoals die vandaag de dag geproduceerd gaat worden, dat die weinig bijdrage aan de totale productie. En we hebben het net ook even gehad over kernenergie. En wat de bijdrage daarvan zou kunnen zijn over 10 jaar. Dan denk ik, daar staat ook dat 2030 en 2050, dat heel moeilijk zal zijn om die doelstelling te gaan halen. De vraag is eigenlijk van hoe moet ik nu zelf kijken naar de situatie 2030 en misschien 2050, dat zal ik niet meer meemaken, maar kan ik opeens mijn kinderen betalen. Durft iemand daar een beetje voorspelling van te doen van hoe de situatie wat dat betreft energieconsumptie, energieproductie en ja, misschien ook welvaartsniveau in onze maatschappij zal zijn dan? Nou, dus, ik kan er iets over zeggen. In mijn boek De Groene Kans staan achterin geen voorspellingen, want dat kan ik niet doen, maar 2 toekomstscenario's. En scenarioontwikkeling kun je wel doen, dan kun je verschillende aannames maken. Dus ik zou zeggen, lees het, het is geen reclame hoor, maar... en dan kun je ook optimistische en pessimistische scenario's volgen. Mijn conclusie ook van vanavond is, halvering van energie is op korte termijn, maar ook op lange termijn zeer effectief. En het is ook, dat is een zogenaamde no-regret maatregel. Besparing van energie is in elk toekomstscenario gunstig. En dat is al een hele belangrijke reden om dat als eerste te gaan doen. Alleen dan? Ik voorbeeld op die scenario's in de roadmap die we hebben gemaakt. Hebben we ook een schatting gemaakt van wat kan je aan energiereductie doen. Hè?
wij kwamen boven een derde van de energie die je dan gebruikt van wat je nu gebruikt als je efficiëntie verbetert en bespaart en bespaart en bespaart. Daarbovenop gaat het als je gewoon zonnepanelen neerlegt op de plekken waar het geen kwaad kan, hè, in West, dus op de daken, hè, voornamelijk op de daken en misschien nog een paar parkeerterreinen en zo belegd, dan kun je ongeveer de helft opwekken van die een derde energie. Ja, dus we gebruiken nu 3 petajoules, ik heb in mijn hoofd. We kunnen ongeveer 1 petajoule gebruiken, hè, als we alles besparen en efficiënt maken. En we kunnen ongeveer een half opwekken als je gewoon, hè, al onze daken die geschikt daarvoor zijn in de gemeente vollegt. En hè, dan heb je een gevoel. Dus hè, dan weet je ongeveer wat je hier lokaal zou kunnen doen. En ik denk dat je niet hier allerlei groenvoorzieningen opeens vol moet leggen in het buitengebied en moet zeggen van nou, ik moet dat helemaal afdekken. En je moet gewoon verder gaan nadenken, ja, hoe willen we nou verder gaan en moeten we alles lokaal opwekken, want we mogen ook best wat van Noordzee halen of we mogen zelfs wat uit Spanje halen. Ja. Ik weet niet of iemand anders dat wil reageren. Anders ga ik toch proberen langzaam af te sluiten. Ik wil alleen even kort reageren, maar dan vanuit de zijde van het bestuur natuurlijk. Hè. Ik ben geen specialist. Is er een afname mogelijk en kan dat een versnelling krijgen de komende jaren tot 2050? Ja, daar ben ik eigenlijk van overtuigd. Halen we de doelen? Daar kan ik nu geen ja of nee op zeggen, want er zijn veel te veel parameters nog open. We zijn afhankelijk van innovatie. We zijn van heel veel zaken afhankelijk. Als je nu kijkt naar 2030, dan wordt het al lastig om het te halen. Als we kijken naar het bos van de rest, want eigenlijk heb ik gezegd van ja, we kunnen naar al die zoekgebieden kijken. Je kunt ook aan Enexis vragen, wat heb je de capaciteit tot 2030? En dat moet ons bos op 2030 zijn. Daarnaast het relaas over wat moeten we wel en niet doen. Ik heb in het begin ook gezegd, de RES, zoals die daar straks ligt, is een advies voor de gemeente West. En de gemeente West, met de inwoners, die bepaalt wat het bod gaat worden. Het is niet zo dat we zeggen, dit is onze opdracht. Dat hoor ik wel eens collega's in het land zeggen op het NOS-journaal. We hebben een opdracht en die gaan we halen, dus dan moeten zoveel zonnevelden komen. Dat zeg ik nooit. Er wordt verwacht van ons dat we medewerking verlenen. En wij mogen het bod doen wat wij denken als gemeenschap van West bij te kunnen dragen aan die RES. Dat is vanaf 1 januari hoe wij dat gaan insteken. En dat bod, nou ja, ik ben natuurlijk aan het rekenen. En als ik dan kijk naar de laatste informatie van de SW Plus subsidie, dan zie ik dat er een afname is van het zon op dak voor de bedrijfterreinen. En hoe komt dat? Dat net raakt vol, dus die ondernemers kunnen het niet kwijt. Dus die leveren een aanvraag van de subsidie in en willen, als er wel weer ruimte is, opnieuw die aanvraag doen. Dus dat is wel de invloed op ons bod. Dus dat bod is ook een beetje fluïde. We gaan dus niet vastleggen van dit gaan we leveren. Nee, we gaan met de gemeenschap van West ons best doen om een bijdrage te gaan leveren. En dat betekent niet, dat hoor ik ook wel eens, hè. Soms wordt het vertaald in voetbalvelden, hoeveel dat is, en dan wordt gezegd dat we moeten zoveel voetbalvelden aanleggen in ons buitengebied. Nee, de Raad van West heeft duidelijk uitgesproken prioriteit zon op dak. En de zon op dak is met name de bedrijventerreinen, maar die tellen mee in de RES. En het gaat niet alleen, nou, het gaat in West zeker niet alleen over zonnevelden en windmolens. Nee, het gaat juist over de zon op daken op de bedrijventerreinen. Dankjewel, Bertal. Dat zijn wel een beetje weer toch van het hele wereldbeeld terugkomen naar lokale politiek. Want de rest wordt volgens mij in november behandeld in de gemeenteraad. En u kunt er allemaal naartoe om te kijken. En u mag er zelfs inspreken als u dat wil. Ik ben er in ieder geval ook bij. En ik wil het dan toch maar afsluiten. Ondanks het feit dat er volgens mij nog allemaal vragen zijn. Maar goed, ergens komt er altijd een eind aan. Ik wil het panel heel hartelijk bedanken. Allereerst. En aantonen met de feedback kopen. Duurzaam. De fietsnaars die staan, dat heb ik ook voor het panel meegenomen. Duurzaam wijn. Ik realiseer me overigens wel dat het geen lokale wijn is, dat ik eigenlijk een
daar zal ik volgende keer aan denken, maar... Ja. En ik zal maar even bij zeggen, het is van zo'n tarige prijskast dat we het ook niet op moeten geven aan een of andere. Daar hebben misschien sommigen anders last van. Geen extra belasting aanslag. Dankjewel, dankjewel. Ja, bedankt. Jeroen, ik heb er ook een samen bij. Dan wil ik natuurlijk het publiek hartstikke bedankt en fijn dat jullie er waren. Zonder ja, jullie was de avond helemaal niet mogelijk geweest. En Ajax heeft er 2-0 gewonnen over, dus dat mag ik ook nog zeggen. Dan wil ik even kort afsluiten met een laatste plaatje voor wat er allemaal nog gaat gebeuren bij Pas Best Duurzaam in het Najaar. Allereerst volgende week achterkomen is de dag van duurzaamheid en we houden de week van duurzaamheid. We houden een challenge voor het basisonderwijs. Dan kunnen de basisonderwijsleerlingen een prijsvraag invullen en daar kunnen ze prijs winnen. Maar u kunt ook wat in, want wij houden een duurzaamheidsquiz die staat volgende week in Groei het Best. Dus als u denkt dat het verstand van duurzaamheid heeft, vul hem in. U kunt er een leuke prijs mee winnen. Wat we ook nog gaan doen is een actie Zet hem op 60. Een besparingsactie. Zet is steeds de centrale warmtesketel op 60 graden. Wij ondersteunen erbij als u denkt dat het moeilijk is. Dus het is zo te doen, zou ik zeggen. En op 21 oktober is er weer een avondje duurzaam. En dat wordt Kees van Limbeken, ook iemand uit Best. En ik heb daar rechts iets van steenwerken. Hij heeft namelijk een soort warmtebatterij, energiebatterij, uit basalt gemaakt. Tenminste, dat zeg ik even op mijn simpele wijze. Uitermate interessant. In Boeken volgens mij toch wordt het ook gebruikt. En hij heeft de toelichting hoe dat in elkaar steekt. Dus 21 oktober bent u weer van harte welkom. En op 6 november houden we weer de duurzame huizenroute. En ik heb zo begrepen dat de wethouder zijn huis ook beschikbaar gaat stellen. Dus wat dat betreft helemaal prima. Dus er is voldoende om het duurzaamheidsgebied te doen. Dan wil ik u allemaal hartelijk bedanken. Als u aanvullende informatie zou willen zien, kunt u het altijd kijken bij ons op onze website. Of bij Plein West, de gemeenteinformatie. En dan wil ik hierbij laten. Hartelijk dank. Helaas naar boven. Volgende keer waarschijnlijk wel.